Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 395. Ik heb een foto aangepast, ik heb daar diverse dingen in toegevoegd. Helderheid en contrast, belichting, ik heb de selectieve kleur aangepast. En dat kun je hier namelijk zien, helderheid, contrast, belichting en selectieve kleur. Maar nu wil ik eigenlijk weten hoe het eruit had gezien, zeg maar, zonder deze effecten. En met deze effecten. Dat is heel simpel. Je houdt gewoon Alt in. En dan klik je op dit oogje. Dus Alt inhouden. En klik op dit oogje. En dan zie je dus dat deze allemaal uitgevinkt worden. En dan zie je dat dit de originele foto is. En als ik hier weer op klik. Dan zie je de foto zoals die bewerkt is met deze effecten. Dus door middel van Alt in te houden. Klik je gewoon op de onderste oog. En dan zie je het verschil. Een korte les. Je hebt weer wat geleerd. En ik spreek je snel. De groetjes. Hai hai.